Goedendag. Het had een knallend statement moeten worden. Studenten die uit protest voor de aangepaste collegetijd massaal in de spits zouden rijden. Maar dat protest, dat viel een klein beetje tegen. Als het aan de NS ligt, passen onderwijsinstellingen hun lestijden aan zodat studenten niet meer in de spits hoeven te reizen. Studenten zouden dan bijvoorbeeld vaker 's avonds college volgen en dat zien ze niet zitten. Via Facebook werd opgeroepen om dinsdagochtend massaal in de spits te reizen. Maar of veel mensen daar gehoor aan hebben gegeven? Nee. Ik vind het juist rustiger eigenlijk vandaag. Begrip is er wel voor mensen die de overvolle treinen beu zijn, maar men zoekt de oplossing vooral op andere vlakken. Ja, ik denk dat ze gewoon simpelweg wat meer treinen in moeten zetten. Ja, niet de treinen korter maken. Dat is gewoon dom, vind ik. En ja, ik weet niet. Ja, meer treinen zou denk ik wel helpen, maar ja, verder weet ik het ook niet. Ik denk dat het vooral aan de scholen is om te bepalen wat de lestijden gaan worden. En daar heeft de NS niet zo heel veel mee te maken. Dat iedereen met het NK wat vrees heeft. Ja, dus ik denk dat ze thuis blijven. Nee, ik heb er niks van gemerkt. Ik kon gewoon zitten, dus daar ben ik wel blij mee.